Mag je nog even met opa en oma? En ik zou heel graag weten wat de precieze datum is wanneer je elkaar weer mag knuffelen. Dat vind ik nou een hele lieve vraag. Heel veel kinderen vragen, wanneer mag ik opa en oma weer knuffelen? Of wanneer mogen we elkaar weer knuffelen? Weet je wat nou het lastige is? Soms ben je zelf helemaal niet ziek, maar kun je wel andere mensen ziek maken zonder dat je het weet. En daarom zeggen we, het is verstandig om elkaar niet te knuffelen. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is een hele leuke tekening maken voor opa en oma. Of een hele lieve brief schrijven voor opa en oma. En wat opa en oma gelukkig zelf wel kunnen doen, is elkaar knuffelen.